Slagserie Kleine Spijn, deel 3. Oh man, ik wil lopen. Hoezo? Ik wil gewoon op onderzoek uit. Weet je, ik wil niet vastzitten. We zitten gewoon dik vet vast. Ach ja. Dat heb je, hè? Ja, inderdaad. Ik haat dit. Hé, hey, kijk, daar rijdt een auto. Hij rijdt gewoon met de trailer het terrein op. Wat hoor ik nou weer erin? Ik weet niet wat je bedoelt. Klonk, klonk. Oh, shit. De auto is bijna leeg. De motor is op te roken. Dank voor de bijna. Auto roken? Oh, hi Miranda. Hi. Ja, de auto komt er nu aan. Ja, heb jij een stal vrij? Ja. In de box van Black Sorrow, geloof ik. Daar is een box vrij, hoezo? Nou, ja, ik heb wat gekocht. Dat moet je eigenlijk met mij overleggen. Ja, sorry. Is er ook ergens een monteur? Wat heb je in vredesnaam gekocht dan? Wat heb je nou in vredesnaam gekocht? Doe de klep maar open. Doe de klep maar open, zegt ze. Wat heb je nou weer uitgespookt? Och. Gaan we kijken. Oh, schattig. Mag ik het de anderen laten zien? Oh, Black Sorrow zit al in zijn stal, zie ik. Zie ik nu net. Ja, waar zetten we hem even neer? We kunnen de boer even vragen. Of we ze even in het strohok mogen zetten daar. Zou kunnen. Maar let jij trouwens wel op het terrein, Miranda? Ja, hoezo? Nou, ja, Willy en Amber waren erop uit. Meen je niet? Ja. Jeetje, Rex. Hier, woef. Let jij een beetje op die twee, op die Falabella en Amber? Woef. Dankjewel. Nou, dat is dus geregeld. Ja, zouden ze daar wel bij de boer kunnen? Want er staan ook kalfjes in, hè, nu. Ja, er staan nu ook kalveren in, hè. Oh ja. Na een lange tijd van discussie... Ja, kwamen ze er dus achter dat ze eigenlijk niet echt genoeg plek hadden. Dus hadden ze een idee om... Dus ze hadden een idee. En dat was om de paarden die bij de stal staan. Van Jeske en Mila en Kaatje en die anderen. Om dus daar ze in te zetten. Dus, gaan we dat doen? Ja hoor. Wanneer mag ik het de anderen vertellen? Oh wacht, daar komt de boer. Hallo, problemen? Ja.
Ik heb, ben een beetje impulsief geweest. Ik heb dus een geit gekocht. En nog een andere. Ja, een soort paard. Alleen, we hebben niet zo snel plek. En we weten niet anders waar we het niet moeten zetten. De kalveren, die kunnen we wel naar buiten. En de kalfjes kunnen we naar buiten. Kun je ze daar wel even neerzetten. Ja, is prima. Goed idee. Doen we dat. Oké, dan zal ik even, het hek open doen. Kunnen de kalfjes er even uit. Zo. Oh, hoi Rex. Boef. Doe jij de kalfjes even buiten? Hoef, hoef. Goed zo. Oh, shit, we moeten naar buiten. Nou, loop door. Ja, buiten. Niet zo overhaast. Jee, naar buiten, naar buiten. Naar buiten, naar buiten. Lekker naar buiten. Auw. Kleine vlinder. Nou, niet leuk. Aan de kant. Jeeha, ik kom eraan. Oh, slijdingstop. Zo. Lekker naar buiten, jippie. Nou, dan hebben we nu een stalletje vrij. Oh, wat ben ik blij dat die boer er is, zeg. Ja, ben ik eigenlijk ook blij om, ja. Nou. Alleen, er moet wel een hekje voor. Nou ja. Hindernis kun je er ook voor zetten. Nee. Oké, dan zetten we er een hindernis voor als deur. Dan komen ze toch niet doorheen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Nou, laat maar uit. En? Wat vind je ervan? Nou, ja, leuke aanwinst, maar wel een spuuglelijk halster. Dat klopt, maar ja, zet ze maar daar lekker neer. Dan gaan we even lekker, gaan we binnen even lekker thee drinken, ja? Oh ja, is goed. Prima. Bij mij thuis? Ja hoor, bij jou thuis. Goed zo. Oké. Nou, zullen we nou voor de allerlaatste keer uitbreken en kijken wat er aan de hand is daar? Ja hoor, prima. Ja, bijna. Ja. Woehoe! Huh? Hoe flik je dat nou? Gewoon eronder door kruipen. Ja, zo ja. Nou, kom op, lopen. Ja, klein is klein, hè? Daardoor konden ze dus eruit. En was dat de bedoeling? Nee. Deden ze het? Ja. Nou, waar zijn we nou weer beland? Ja. En waarom staan we hier? Ja, bij een paar enge beesten. Moe. Dat bedoel ik. Ik vind het eng. Auw. Ik vind het zo eng. Ik ook. Hey, psst, laat maar bij. Oh, sorry. Ik wil eten. Ik ga lekker schuren. Laat maar bij. Au. Lisa, kijk uit. Oh, hallo. Wat ben jij een leuk paard? Ja. Rustig, ik doe je niks. Ik ben Lisa. Oh, hoi Lisa. Ik ben, ja, ik heb geen naam. Ja, ik ook eigenlijk. Ik ook niet. Oh, er komen er komt nog een paar aan. Huh? Wat zei dit? Willy, laat mij kijken. Ik wil ook kijken.
Huh? Waar zijn de kalfjes? Hm? Waar zijn de kalfjes? Huh? Inderdaad. Wat doen jullie? Oh shit, daar komt die grote Sint Bernard aan. Ik moest op jullie letten. Waarom zijn jullie er weer uit? We verveelden ons. Oh. Oké, dus jullie verveelden jullie. Ja. Wij verveelden ons. En we wouden kijken wat hier aan de hand is. Oh, nou. Succes. Doei. Woef, woef. Woef, woef. Shit, we worden betrapt. Wat is er, Rex? Nee. Die zijn binnengezet. Woef, 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 woef. Rex. Maar wat zijn jullie nou eigenlijk? Ik ben een geit. En jij bent een... Oh, ik ben een schaapje. Ik ben een schaapje. Oké. Ja. Cool. En ik ben een... zebra. Ik ben een zebra. Oké. Nou, ja. Leuk. Dank je. Dit was de serie Klein is Fijn. Ik upload nu om de week. Want ik ben ook een beetje aan het nadenken over een... om een... kleine film te maken. En dus ik moet maar even kijken wat ik er allemaal voor nodig heb en zo. En daarom komt er ook maar om de week een video. Dus hierna komt... ik heb nog oude reel is eigen... dus reële halsters liggen. En ik heb ook wat textielstiften, dus ik dacht van dan kan ik net zo goed een pimp video maken. Dus dan ga ik gewoon, of ik maak een diamond painting video, kan ik ook al doen. Ik zet wel een poll hier. Ik zet een poll hier ergens onderin, wat jullie het leuk lijken. Wat jullie willen zien. Of ik nou een diamond painting video moet maken. Een diamond painting video dus. Of een pimp halster video. Dus dan ga ik gewoon oud halster pimpen met textielstiften. Want ik heb er al in liggen. Of een trailer heb ik nog niet. Maar goed, of een... mini huistour, want ik heb hier nog een huis staan. Dat zet ik allemaal hier boven in het i'tje. Dus dan zie ik jullie over... niet volgende week, maar die week erop. Doei!